Truus de Celle en Hugo Kolsgeen spelen de hoofdrollen in de nieuwe korte film Bijna Lente van filmmaker Roene Kummer. Het romantische drama is vanaf vrijdag gratis te zien op het platform Cinetree van Hanne Verboom. Tekst gaat verder onder advertentie. Bijna Lente speelt zich af tijdens de eerste coronagolf in 2020. Twee oudere geliefden ontmoeten elkaar weer tijdens een geheime afspraak in het bos. Jan Kolsgeen is herstellende van een operatie en mag het revalidatiecentrum waar hij sinds het uitbreken van de coronacrisis verblijft eigenlijk niet verlaten. Marieke de Celle woont alleen thuis. Ze willen elkaar graag aanraken, maar omdat ze de afstandsregels in acht nemen, dringt de vraag zich op wat sterker is, de angst om ziek te worden of hun liefde voor elkaar? Al vanaf de start was het onze droom om met de winst nieuwe films en documentaires te ontwikkelen en hiermee nieuw talent te steunen, aldus Verboom. Inmiddels hebben we al een aantal korte films en docu's op onze naam staan en daar zijn we erg trots op. Bijna Lente is een hele bijzonder productie omdat dit verhaal vorig jaar werd verfilmd, tijdens de eerste coronagolf. Bijna Lente werd gerealiseerd met een financiële bijdrage van het Cultuurmakersfonds van het Prins Bernhard Fonds. Na de première op Cinetree zal Bijna Lente ook naar festivals in binnen- en buitenland worden gestuurd. Buzzelets Blok ADS.